Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas innen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk. Ik sta hier vandaag naast. Hoe heet het, Matthijs? Ja, hey, sorry man. Je hebt helaas je partij verloren vandaag. Hoe voel je? Ja, ik voel me goed. Ik ben trots op mijn prestatie. Ik vond dat ik zelf ook gewoon had gewonnen, net zoals iedereen buiten zegt. Maar ja, split decision verloren. Tegenstander was goed, sowieso dikke SO naar hem. Dus ja, dat is hem. Ja, het was toch wel een hele mooie drie ronden. Toch wel heen en weer was het. Het was inderdaad geen dominante performance ook van hem. Het was inderdaad echt debatable en robbery. De ene zou zeggen net wel, de andere zou zeggen net niet inderdaad. Je stond natuurlijk tegenover een worstelaar. Was heel erg bezig met je op de grond brengen. Jij was toch wel weer meer bezig met striking. Was dat ook een gameplan van jou van tevoren? Ja, niet per se een gameplan. Ik wist dat hij overal goed was. Ik wist dat hij kon kickboksen, ik wist dat hij kon strijken, ik wist dat hij kon grappelen, ik wist dat hij alles kon. Ik wilde gewoon laten zien dat ik vandaag overal beter was. Voor mijn gevoel heb ik dat ook gedaan. Op de grond heeft hij mij niet langer dan 10 seconden kunnen controleren. Einde van de partij was ik op zijn rug beland. En dan als die partij 10 seconden lang had geduurd, had ik hem waarschijnlijk gefinished, maar ja. Shit. Ja, en jij hebt hem, je hebt zelf ook een takedown op een gegeven moment had je ook op hem geworpen inderdaad. Wat was de gedachte erachter? Ja, ik moet hem eruit slaan. Net zoals bij elke stoot die ik gooi, bij elke takedown die ik gooi, ik moet hem gewoon eruit slaan. Ja, toch? Ja, want op een gegeven moment was hij een beetje aan het waggelen. Je had hem inderdaad wel echt eventjes op zijn hakken gekregen, om het zo te zeggen. Voelde jij je andersom ook zo? Was er ook een moment dat jij echt eventjes op het randje zat? Niet op het randje. Ik voelde wel dat hij goed harde stoten had voor iemand, voor zijn 18-jarige, want hij is 18. Maar ik voelde wel dat ik hem echt een paar keer goed had aangeslagen. Alleen hij was echt heel erg met zijn hoofd wegdraaien van mij, dat ik niet op zijn achterhoofd kon slaan. Dus dat deed hij goed. Ik had gewoon vaker naar het lichaam moeten gaan. Iets om mee te nemen voor de volgende keer. Ja, toch? Ja, je ziet het, neem ik aan, gewoon als een les. Wat jij inderdaad ook zegt van heel veel mensen dachten dat jij de partij had gewonnen. Waarom zou dat zo zijn, denk je? Split decision sowieso. Ik denk dat heel veel mensen van zijn team denken dat hij had gewonnen. En ik denk dat het gewoon heel erg in de weer kan gaan daarmee. Alleen, ik eindigde de partij bovenop. Strijking heb ik hem vaker aangeslagen. Met die takedowns heeft hij niet echt iets gedaan. Max 5 seconden gecontroleerd. Uiteindelijk kwam ik bovenop. Dus ik vind dat ik hem had gewonnen uiteindelijk. Ja, want het is inderdaad, het heeft nu niet heel veel nut meer om er natuurlijk de hele tijd op terug te denken. Natuurlijk wel om van te gaan leren en zo. Maar hoe ga jij nu verder naar zo'n verliespartij? Ik ben maandag weer in de gym. Morgen even rustdag nemen. Maandag meteen weer trainen. Volgende partij is zo snel mogelijk, man. Ik ga gewoon vooral mijn partij heel vaak terugkijken. En kijken wat voor stap ik fout heb gedaan. En hoe ik volgende keer beter kan groeien. Echt, maandag sta je alweer in de gym, ja. Zo snel? Ja, sowieso. Ik kan niet anders. Iedereen even weer groeten en weer gewoon doen alsof ik erbij hoor. Ja, dus dit is wel echt jouw ding en wij gaan jou snel aan de top zien, als ik het zo kan begrijpen. Ja, winst of verlies. Maandag sta ik sowieso altijd weer te trainen. Sowieso. Een echte champ, die kent verliespartijen. Ja, klopt. Iedereen moet wel een keertje hebben verloren, dus dan is het voor mij mijn dag. En dan om een split decision te verliezen, ja, zo be it. Ik kom weer terug. Wat gaan jullie volgende week dan ook de partij terugkijken, samen met je coaches en een beetje analyseren? Ja, zeker. Gewoon waar ik aan moet werken. Mijn fouten, mijn pluspunten, wat ik beter kan maken, wat ik uit mijn game moet halen, wat ik nieuw in mijn game moet toevoegen. Allemaal dingen om aan te werken, wat ik samen met mijn trainer, zoals Reinier de Ridder, Harun Oskan, echt gewoon tot de top kan brengen. Ik vind dat ik zelf ook de beste trainers heb, beste teamgenoten, zoals Brian Soliana en zo, Ricardo Russo. Dus ik kom er echt wel. Ik ga gewoon aan hun ook tips vragen, net zoals wij ook altijd aan elkaar doen. Dus ik kom er wel. Ja, je zit natuurlijk ook bij Combat Brothers. Het is natuurlijk wel echt een grote organisatie, ook hier binnen Nederland. En werk je onder andere met legends zoals Reinier de Ridder. Geef jou dat denk je ook nog een extra stapje voor de rest? Jazeker. Tijdens de trainingen, hij is vooral mentaal verder dan, ik denk, elke topsporter in Nederland met MMA en kickboksen en zo. Hij weet gewoon wat hij allemaal doet. Hij is niet voor niks even dubbel champion geweest in One Championship. Maar ook hebben we iemand achter de schermen, Harun Oskan. Hij is mijn main coach en hij is vooral echt super slim. Hij weet echt letterlijk alles van elke partij. Weet hoe hij tegenstanders moet lezen, weet hoe hij mij beter moet maken, hoe hij mij rustig kan houden voor de partij. Dus ik denk dat we zo wel echt tot de top gaan komen. En sterker teruggekomen dan ooit naar deze partij. Geloof mij, de volgende gozer gaat niet halen. Oh shit, oké, is goed man. Hey, top, dankjewel bro. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas innen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.